Brunswijk met een aktentas, het student Brunswijk, is dit? Je ziet hetzelfde. Wanneer je studeert, dan aan de hand van je studie of wanneer je bezig bent met je studie, dat is een heel andere. De politieke Brunswijk, de student Brunswijk. Dan bent u een stuk serieuzer. Ja, toch? Je gaat niet meer met niet geld stuk. Strooien. Ik ben en altijd, dat soort dingen. Je moet goede vragen stellen, dus ik kan je antwoord geven op je vraag. U bent, zei u? Als u me vragen stelt die ik vind dat het lastige vragen zijn, ga ik je geen antwoord geven. Dan ga ik je later, dan ga ik naar binnen. Oké. Want je kan niet zeggen, maar je stoeit met geld. Dat heb ik nooit gedaan. Ik heb geld gegeven aan mensen. Mm-hmm. Maar wanneer ik hier kom om te filmen, om afstuderen, dan gaan we daarover praten. Oké. Okay. Zo, alles goed, ja. Hartelijk gefeliciteerd met het afronden van uw studie. We zijn trots op u. Ik wil u vragen om naar binnen te gaan. Ja? Hoe voel je je? Hoe ik me voel? Trots. Echt trots. Ja. Het is gewoon een voorbeeld, dit. Mag dit een voorbeeld zijn, hè? Voor de mensen, ook natuurlijk de ouderen, om gewoon dat je niet te oud bent om te studeren. En als je kijkt naar de background? Dan vind ik dat hij het heel ver heeft geschopt. Qua sociale ontwikkeling, qua politiek, alles. Ja, helemaal top. Ik heb nu de titel Bachelor Business Administrator. En waarom wordt het zo noodzakelijk om daarvoor te studeren? Ik heb ervoor gekozen om bedrijfskunde te doen, omdat ik zelf mijn eigen bedrijf heb. En wanneer je een bedrijf runt, denk je dat alles goed is, terwijl wanneer je de nodige scholing niet hebt om een bedrijf te runnen, dan ga je fouten maken. Tijdens dit onderzoek heb ik een aantal punten van mijn bedrijf zelf kunnen corrigeren. En dat heb ik gedaan. En maar sterker nog, we zijn bezig met politiek. En als je het land overneemt bijvoorbeeld om leiding te geven aan het land, dan moet je weten precies wat waar hoort. En daarom ben ik gekomen om jarenlang te studeren, om echt een idee te hebben hoe je een land moet regeren. Hoe gaat u om met de kritieke mensen achter het, of mensen achter het ongelooflijk dat u afstudeert van een hbo-instelling? Hoe gaat u daarmee om? Ik ben toch mens, dus dat betekent ik ben geen mens. Iedere mens kan doen wat een ander doet. Dus wat men wil zeggen is een hoofdpijn. En in ieder geval, de examencommissie is hier. De school, de andere studenten die samen met mij waren, kunnen daarvan praten. Dus wat mensen willen zeggen als hun hoofdpijn. Dat kan de Brunswijk pijn money. Pijn money, luister nog. Dat is niet mijn probleem, dat is hun denkwijze. Maar in ieder geval, ik weet dat ik correct heb gestudeerd. Is meneer Brunswijk apart behandeld geworden?
Nee, dat kunnen wij niet en dat doen wij ook niet en dat willen we ook niet. Het is een geaccrediteerde opleiding en wij staan onder toezicht van instanties. En wij moeten alles kunnen verantwoorden. De score van meneer Bruns. Een mooie voldoende. Maar hij is geslaagd. Dus ja. En dat is de norm. Hij moet een voldoende hebben. En dat heeft hij, ja. De descriptie gaat over toerisme in Suriname, of eigenlijk liever naar Suriname. En dat moet vergroot worden. En daar ben ik het van harte mee eens over. Is er iets uit de descriptie dat u is bijgebleven? Nou, dat in ieder geval meneer Brunswijk in staat is om kaders te scheppen. Hij heeft natuurlijk een autoriteit als openbaar figuur. En dat is natuurlijk heel goed als iemand zo'n onderwerp kiest. Dat is voor Suriname goed. Ja, patroon. Hey, dames en heren. Maar hoe je dat ook nog meer kwijt, dat klaar is. Oké.